eerste paal ten behoeve van een nieuwe drinkwaterinstallatie is vandaag geheet de La Liberté in Kommewijnen. Deze drinkwaterinstallatie, oftewel het waterproductiecentrum WPC, zal gebruik maken van oppervlaktewater uit de Suriname rivier dat gezuiverd zal worden. Na de oplevering van het centrum zal de drinkwatervoorziening in het district Kommewijnen ten zeerste verbeterd worden, zegt Marlon Oosterling, directeur van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM. Momenteel wordt er maar 200 kubieke meter water per uur geproduceerd te Kommewijnen, wat bij lange na niet genoeg is om de behoefte te dekken. Het WPC zal een productiecapaciteit van 500 kubieke meter per uur hebben. Ajay Kumar Kali, de districtscommissaris van Kommewijnen, zegt dat door de groeiende bevolkingsdichtheid in het district er meer behoefte is aan voldoende en gezond drinkwater. De SWM-directeur Oosterling verzekerde dat het WPC binnen niet al te lange tijd in productie zal zijn. De oppervlaktewaterwinning en zuiveringsinstallatie voor het centrum zijn gebouwd door het Belgisch bedrijf De Werkgroep. De directeur van dit bedrijf, Sammy Wuits, zegt dat de constructies klaar zijn om verscheept te worden naar Suriname. Dus maar voor rechteroever Oudjaruzo, maar mij geeft de garage ook toe, we konden. U heeft zelf gehoord van de directeur van de watergroep. We hebben al opmeting daar gedaan, we komen ook daar. Dus even geduld, onder last baby, onder last baby. Nou, ik ben kon draaien. Tapu a water ekong. Mitak a water ekong, da water ekong. Ik dank u wel. Dat het gaat om ultrafiltratie, om omgekeerde osmose, om desinfectatie en om actief kool. Dat zijn state-of-the-art technieken. Dat is moderne toptechnologie. Bewezen, het is geen experiment, het is bewezen, maar allernieuwste toptechnologie dat we hier gaan inzetten. En SWM is daarop kop aangedrongen. Dat het kwaliteitsvol water zou zijn, dat het voldoende zou zijn, maar van zeer hoge kwaliteit. En we kunnen nu garanderen, dat zullen we doen, met de technieken die we hier voorop stellen. Er zijn kosten nog moeite gespaard om dat te realiseren. Minister Sergio Akinboto van Natuurlijke Hulpbronnen gaf aan dat dit waterproductiecentrum het bewijs is dat de regering werkt aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Aannemen van ons waterwet is heel erg cruciaal. We moeten onze natuurlijke hulpbron, drinkwater, gaan beschermen. We moeten ervoor zorg dragen dat het toegankelijk blijft. We moeten ervoor zorg dragen dat het schoon blijft. En we moeten ervoor zorg dragen dat het niet wordt gebruikt waarbij er alleen maar mee wordt verdiend. En dat de samenleving er geen gebruik van kan maken. Er is de conceptwet klaar. Natuurlijk wat nodige aanpassing behoeft. Maar ik denk dat het een belangrijke basis biedt voor discussie. Om van daaruit verder te gaan verfijnen naar waar we naartoe willen komen of waar we willen staan uiteindelijk. NH-minister Sergio Akinboto. Hij sprak vanmorgen bij het heien van de eerste paal van het WPC in Kommewijnen. De opdrachtgever voor dit centrum is de SWM. Het project wordt door de staat gefinancierd. De uitvoerders zijn de Watergroep en Haugus Construction NV. Sintec is belast met de directievoering.